Aardezijk, dit moet fantastisch zijn. Ja, dit is echt... hier train je zoveel voor en hier of je veel voorop. En dat is echt gewoon mooi dat ik nu een overwinning heb. Win je de Omloop der Kempen? Dat is mooi om op je erelijst te hebben. Ja, het is een topcompetitiewedstrijd en gewoon een van de grote wedstrijden in Nederland. Dus ja, dat ik die nu op mijn erelijst heb, dat is echt geweldig. Dan zit je in de kopgroep samen met je ploeggenoot, Rick Ottema. Ja, dat moet zoveel vertrouwen geven, stel ik me zo voor. Ja, heel het seizoen zitten we al best wel goed van voor. En als ik met iemand van de ploeg weg zit, heb ik echt gewoon vertrouwen dat we het af kunnen maken. En nu heb ik Rick gewoon mee en dat is echt gewoon een sterk jongen. Dus ja, dat geeft zoveel vertrouwen als je met z'n tweeën in de kopgroep zit. Ja, Rick is sterk. Niet alleen sterk, maar ook ontzettend rap. Hebben jullie meteen besloten om voor jezelf te gaan? Om voor Van Sint Maartensdijk te gaan vandaag? Ja, ik denk dat ik intrinsiek iets sneller ben dan Rick, maar dat hij misschien nog iets meer kracht heeft. Maar we moesten vooral letten op Tim, want die was wel echt sterk vandaag. Dus ik denk dat daar Rick een beetje op hem lette en dan kon ik gewoon afwachten tot de sprint eigenlijk. Ja, en dan zo'n zonnige zondag in mei, hoe sta je dan op? Sta je dan al 's ochtends op met het idee van ik kan vandaag een koers gaan winnen of durfde je daar niet aan te denken? Nou, het gaat heel het seizoen gaat het eigenlijk al goed en het moet gewoon een keer goed vallen. Maar op zich, ik had deze week wel veel getraind, dus ik ging niet echt heel fris de west in. Maar daardoor ging ik eigenlijk wel gewoon vrij de west in van lekker aanvallen. En kijk wat eruit komt en eigenlijk beloont dat vandaag. Hoe ging jouw wedstrijd verder? Lekker aanvallen zei je, we hebben je vaak gezien. Ja, in het begin het is gewoon echt een typische springwedstrijd. Dus het is de hele tijd gewoon die drang naar voren en proberen mee te schuiven. Ja, en na een tijdje reden we met een mooie groep weg. Ja, dat was gewoon even de mannen bij elkaar roepen en gewoon zeggen dat we moeten draaien. En toen nu de laatste 30 kilometer, dan wordt de kaf van het koren gescheiden. En dan rij je gewoon de sterkste mannen weg. Ja, en dan is het gewoon zo hard mogelijk naar de finish toe. Ben je met 5 man over? Weet je dan van één van ons gaat winnen? Tim was wel echt sterk, dus daar was ik wel een beetje bang voor. Maar hij zat op kop, dus dat is niet echt heel gunstig. En ik weet dat ik snel ben en ik kon mooi uit de slip zien komen. En gewoon alles geven en gelukkig had ik net wat meer snelheid om eroverheen te komen. Ja, je wint dus de Omloop der Kempen, je zei het net al, een wedstrijd in de topcompetitie. Wat betekent dat voor je om zo'n koers te winnen? Ja, dat betekent heel veel. Ik ben wel echt ambitieus. En dit seizoen heb ik echt weer een stap gemaakt ten opzichte van afgelopen jaar. Dus ja, dat ik nu deze overwinning pak, dat is gewoon dat ik goed op weg ben. En ik hoop deze lijn door te trekken en vaker misschien op deze plek te staan.